Helemaal, ik heb voor jullie vandaag weer een keer een Shein-shop vlog. Dus ik ga met jullie even het pakketje openmaken. En alles uitpakken. Mijn hondje zit er ook. En ik ben dus ziek thuis. Dus vandaar dat ik er een beetje verkrekt uitzie. Er zitten dus ook weer cadeautjes bij. Dus dan weet u dat vast. Bootje, pas op. Zo, pakketjes open. Oké, het eerste wat ik eruit haal zijn deze nepnagels. Super mooi. Ja, ze hebben dus zo'n groen puntje, een beetje matcha groen en zeg maar van die witte lijntjes. Erg mooi. Dan heb ik hier een kettingje. Even openmaken. Mond vindt het altijd leuk als ik pakketjes zou maken waar hij bij zit. Vooral als het van plastic en zo is. Dan vind ik het helemaal leuk. Hé, jongen? Hij vindt het helemaal interessant als ik pakketjes heb. Als ik hem open krijg, zou het ook wel leuk zijn. Maar of het is een armband, kan ook. Ik denk dat het een armband is. Want dit is niet... Dit is geen ketting. Maar goed, ik heb dus een roos armband. Ik vond hem erg mooi, dus ik denk... En hij was ook niet duur. Dus ja, ik had toevallig gisteren met een collega over mijn Shein-verslaving. Dat zij dat zelf ook heeft. Ik ging helemaal stuk. Dan heb ik weer zo'n ding. En volgens mij heb ik er zo'n 3 van. Maar jullie herkennen deze dus wel. Voor de stickers, handig voor stickers. Of voor washi tape. Maar ik gebruik ze eigenlijk voor stickers. Dan heb ik hier een ring. Deze wil ik heel graag dus omdoen naar volgend jaar Banksy de Sicko Dome. Want ik vind hem gewoon... Ik weet niet. Ik vind hem gewoon helemaal bij sommige liedjes passen. Dus ja, ik weet nog niet zeker. Maar ik wil dus hartjes thema doen qua sieraden. En ik vond deze ring daar wel mooi voor. Kijk. Ik vind hem erg leuk. Dus, maar goed. Ik moet nog maar even kijken. Misschien ga ik ook nog wel bij zo'n Instagram... bedrijfje Banksieraden heet dat, bestellen. Maar dan moet ik nog maar even kijken. Dan heb ik voor mijn zusje een cadeautje. Ik wil eigenlijk in de verpakking laten, dus ik ga hem ook weer voorzichtig erin doen zometeen, want ik vind deze verpakking gewoon te leuk. Want het zijn namelijk make-up kwastjes van de Care Bears. Ja, ze zijn heel mooi. Dus ik ga ze ook weer daarin bewaren, want ik vind de verpakking leuk, dus dan kan ik het ook eventueel daarin geven. Want het zijn dus advent cadeautjes. Dan heb ik hier van mijn moeder van die dark romance boeken stickers. Dus die ga ik zo in zo'n setje aan haar geven voor advent. Dan heb ik hier Harry Potter sokken. Vond ik erg leuk. Dus ja, ze waren ook maar 2,50. Dus ik vond het helemaal prima. Dus die heb ik nu ook. Even kijken, ja, de kleding leggen we daar neer. Dan heb ik hier... Eigenlijk geen idee. Oh, ik denk dat dit mijn screen t-shirt is. Ja. Er staat No You Hang op. En dan heb je hier zo'n Ghostface. En hij is echt lekker zacht en hij is mooi roze. Het was helemaal verkocht. Dus ik moest deze hebben. Dus helemaal leuk. Dan heb ik voor mijn moeder en mij 3 van deze setjes gekocht. Dit zijn van die index dingen waar je zeg maar boeken mee kan markeren, zeg maar. Dus ik heb er voor haar 2 en voor mezelf 1. Die leg ik even apart. Dan heb ik voor mijn zusje nog van die bakvormpjes erbij gekocht van Care Bears. Ik had nu nog een keer een roze en geloof een gele. Nu heb ik de lila en de oranje gekozen. Ze hebben ook nog een blauwe en een groene, geloof ik. En die vond ik niet zo... Ja, die vind ik ook leuk. Maar ik denk dat ze aan 4 van die vormpjes wel genoeg heeft. Dus ja, ik ben voor haar al bijna klaar voor advent. Dan heb ik hier oorbellen, denk ik. Even kijken. Ja, dit zijn van die gemstone oorbellen. Ze waren nu 80 cent, dus ja...
zijn gewoon van die basic oorbellen. Vind ik wel heel leuk. Op zich. Dus, ja. Oeh. Dan heb ik hier van die bijpassend bij die armband heb ik van die roze oorbellen. Ik laat ze even dicht, want ze zijn nogal kwetsbaar. Dus die vond ik ook heel mooi. Dan heb ik weer een setje diadeentjes gekocht. Want ja, daar had ik niet genoeg van. Alleen die witte vind ik niet zo mooi. Dat staat gewoon niet bij mijn haarkleur. Die parels vind ik wel heel mooi. Deze vind ik minder. En dan krijg je dus eentje met ruitjes. Ik heb er dus ook zo een in het rood. Bloemetjes. En een beige en een zwarte. Dus ik vond het wel een leuk setje. Zeker voor die prijs. Dus ja. Dan heb ik hier. Oh, waarschijnlijk is dat het make-up setje van mijn zusje. Ik heb voor mijn zusje ook make-up besteld. Voor dus advent. Als ik hem open krijg. Oh, dat is van het vieze materiaal. Ik krijg gelijk kippenvel. Maar dit is dus van de Care Bears. Een blush, als het goed is. Dus de Cuddle Time Blush. Dus de roze variant. Ik weet niet of ik hem al open kan maken. Anders laat ik hem dicht. Oh mijn god. Hij komt in zo'n schattige verpakking. Kijk nou. Oh, deze is wel heel mooi. Dus het is een blush. Oh. Dus ik moet hem nu weer netjes in het doosje zien te krijgen. Ja, die plastic is, die vind ik nu niet zo boeiend. Zo. Oh, dit hier gaat ze echt zo blij mee zijn. Dan heb ik voor mijn moeder nog een poster besteld. En die kan ik nu niet uitrollen, maar er stond een tekst over boeken. Dus ja, die moest ik natuurlijk voor mijn moeder bestellen. Dan heb ik voor mezelf een kledingstuk. Ja, ik weet niet. Ik wilde dit eigenlijk voor de zomer aandoen. Met de zomer naar de Efteling, want dat heeft een mushroom erop. Maar ik moet even kijken wat ik precies aan wil. Want ik vind hem wel heel mooi hoor. En hij was nu maar €2,80. Dus ja, heel leuk. Vind ik zelf. Dan heb ik voor mezelf nog weer van die nieuwe voetklemmetjes gekocht. Want die van mij waren een beetje kwijt. En het is gewoon handig voor een zak chips of popcorn. Of weet ik veel wat je dicht wil hebben. Dus dat vond ik wel erg handig. Dan heb ik voor mijn zusje ook iets van Wonka besteld. Namelijk deze hele schattige Wonka tas. Hij was nu maar €3,15. Dus toen, ja, ik wilde ook iets meer. Ik geef natuurlijk nu alleen maar Care Bears of iets van kikkers heb ik ook. En ik heb iets van een wasbeer. En ik heb ook van tackles. En ik heb iets met eenhoorns en volgens mij ook iets met dino's. Ik weet het niet eens meer. Maar, en ik heb natuurlijk ook gewoon een paar kerstdingen al. Maar ze is laatst in de film Wonka geweest. En ze vond hem helemaal leuk. Want Timothy Chalamet is helemaal het voor haar. Dus deze ga ik ook aan hem geven dan. Ik weet nog niet hoe ik het ga verpakken, heel eerlijk gezegd. Dan heb ik weer gratis een haarborstel gekregen. Ik kom erg goed van pas na het zwemmen. Als ik dan mijn haar wil borstelen. Dan heb ik hier. Wat is dit? Ik heb staan. De zak is al open. Dat is wel een beetje jammer. Is dit? Oh, dat is mijn body warmer. Oké, maar waarom was de zak al open? Maar hoe zit de rits? Nou, dit is dus de body warmer die ik heb besteld. Ik denk dat die erg klein gaat zijn. En dan heb ik nog wel de grootste maat besteld die er was. Maar goed. Zal vast wel goed zijn. Ik ga natuurlijk een maand op vakantie, dus ik denk, kan ik die ook leuk meenemen. Dan heb ik voor mezelf allerlei papieren stencils besteld, waar ik dus leuk in mijn journals mee kan inkleuren, zeg maar. Dus dat vond ik erg leuk. Dus dit is een vlinder. Komen er zo nog meer tegen. Maar dan heb ik hier een aardbeienwashi tape. Zo schattig. Dan heb ik in dezelfde kleur als ik die oranje hartjes oorbellen heb gekocht. Deze roze. Misschien heb ik die aan mijn zusje gegeven dat zij deze in kan doen. Naar bankzitters concert. Maar ik denk dat ik ze voor nu even zelf ga houden. Dus ze kan ze ook gewoon lenen. Wat is dit? Ik weet het niet eens meer, jongens. Dat is echt
zo erg. Oh, dat zijn de onderbroeken die ik heb besteld, geloof ik. Ik had alleen verwacht dat ze aan elkaar zouden zitten en niet los van elkaar, als je snapt wat ik bedoel. Maar het is wel erg mooi dun, zeg maar. Dus ik denk niet dat het heel erg, zeg maar, dat je dat er heel erg doorheen ziet. Maar ik krijg dus een zwarte, het zijn strings, by the way, een bruinige, een witte, een lichtroze, een beetje een lila. Twee krijg je ervan en een beetje bordeauxrood. Dus ik vond het wel erg handig, want je hebt nooit genoeg ondergoed, vind ik. Dus ja. Dan heb ik ook als deze schablonen. Met Merry Christmas op en dan krijg je een soort kerstornament erbij. Vind ik zelf heel erg leuk. Dan heb ik als toevoegbaar item dit paletkastje besteld. Ik ga even kijken. Dan neem ik deze mee op deze vakantie. Want heel veel heb ik niet per se nodig. Zo'n make-up en zo er maar in past. Ja, dat moet denk ik wel lukken. Dat is ook heel leuk. Dan heb ik voor mijn zusje nog een Wonka toilettasje besteld. Dus dan kan ik leuk zo als een setje aan haar geven. Ik zat eerst te denken wat ik het nu al aan haar gegeven. Omdat ze ook met haar vriend op vakantie gaat. Maar dan ik heb ook nog een Wonka make-up ding. Dus dan vind ik leuker om dat bij elkaar te geven dan. Snap je? Dan heb ik dit tasje besteld. Ja, ik heb echt veel tasjes. I know. Maar ik vind het zo leuk om te kopen. Want dit is zeg maar zo'n mooie rode. Ik ga binnenkort met collega's uit eten. Dus misschien dat ik hem dan daarvoor kan gebruiken. Vind ik wel heel erg leuk. Nou, binnenkort ergens eind maart gaan we. Dus precies de laatste weekend voordat ik op vakantie ga. Ritjes gaan wel altijd lastig met dit soort tasjes. Dus heel lang gaat het niet mee. Daarom heb ik er ook zoveel. Maar ja, ik vind het erg leuk. Dan heb ik dit tasje. Ja, we gaan even door gelijk naar de tasjes. Ik vond deze namelijk heel erg schattig. Uiteraard, anders zou ik hem niet bestellen. Want ik vond hem dus zo schattig vanwege het strikje. Dat vond ik helemaal leuk. Hij is wel een beetje misvormd. Het enige nadeel wel als altijd dat ze niet zoveel ruimte hebben in die tasjes. Dus dat is wel altijd een beetje zet. En je moet altijd die haakjes er zelf aan vastmaken. En dat is soms best wel lastig. Want er zitten best wel. Die klemmetjes gaan best wel stroef. En nu toevallig een keer niet. Maar meestal wel. Zo. En dan nog de parels eraan vast. Dat maakt het helemaal cute, vind ik zelf. Ach ja. Zo, dat is het tasje. Heel cute. Vind ik. Ja, ik vind alles cute wat roze is. Dan heb ik er nog een rode diadeem. Die wil ik sowieso naar de zomer vakantie in doen. Want ik ga eigenlijk bijna alle dagen heen naar het rood. Behalve dan de laatste dag. Maar echt zo mooi. En was ook niet duur. Dus ja. Dan heb ik hier deze nepnagels. Die ga ik dus waarschijnlijk naar Bankzittersconcert opdoen. Volgend jaar. En heb ik bijpassende rode hartsoorbellen bij besteld. Ze zijn wel echt huge. Moet ik zeggen. Echt huge. Dus dit is zeg maar. Je krijgt er zeg maar zo. Want dit is het achterkantje. En dan, ja, dat is zeg maar hoe je hem krijgt. Dus dat is wel een beetje groot. Maar wel erg leuk, denk ik. Dus ik ga ze lekker bewaren daarvoor. En dan ga ik ze dan een keer in doen. Dus ja, erg leuk. Ik vind het helemaal leuk. Ik ben nu al bezig met een concert optreden van volgend jaar. Wat nog niet eens. Ja, ik heb dus nu al. Ik heb al sinds. Ik heb echt al heel lang kaartjes. Dus, nou ja, heel lang. Ja. Dus ja. Ik kan niet wachten. Dan heb ik hier. Wat is dit? Geen idee. Oh, dat is mijn vaas.
Ik heb weer een mushroomvaas besteld, jongens. Het slaat helemaal nergens op. I know. Maar kijk nou hoe schattig. Ik moet alleen nog bloempjes hebben. Wanneer net bloempjes. Maar voor de rest, very cute. Dan heb ik voor mijn moeder nog zo'n setje besteld. Dan heb ik nog een setje nepnagels. Deze zijn bruin met een hartje. Heel mooi, vind ik zelf. Dan hebben we hier een tasje die ik aan mijn moeder gegeven voor advent. Zo'n canvas tas. Erg leuk. Hij is wel iets kleiner dan ik had verwacht. Maar goed, ik kan hem ook leuk gebruiken als, zeg maar, om daar een boek in te doen en dan aan haar te geven. Je snapt wat ik bedoel. Dat dat een soort adventtas wordt. Maar dan moet ik maar even kijken hoe ik dat ga doen. En dan moet ik dus ook 24 van die tasjes kopen. Dat wordt wel een beetje erg veel. Maar dat zullen we nog wel even zien hoe we dat gaan doen. Dan heb ik hier voor mijn zusje nog zo'n make-up setje. Ik hoop dat deze net zo mooi is als die andere. Oké, hoe maken we dit open dan? Oh, hier. Och. Hij is heel mooi. Kijk nou. Het is echt als een Wonka bar. Oh, dat vind ik heel leuk. Het is een oogschaduwpalet. Oh, als dit doosje nu verneukt, dan heb ik echt een probleem. Oh, hier zit een stickertje. En die wil ik eigenlijk dan nog niet openmaken, want dan is het de ervaring niet meer leuk. Nee, die ga ik even dicht laten. De verpakking is in ieder geval erg mooi. Dan heb ik hier nog meer van die sabonen, nog meer vlinders. Dan heb ik hier weer een koptelefoon besteld. Deze is roze. En op zich werken die ze in koptelefoons best prima. Als ik weet hoe de doos open gaat, zou het ook fijn zijn. Maar hij is dus roze. Ik vind het helemaal leuk. Dus dan kan je hem zeg maar zo vouwen. En dan heb je een koptelefoon. Ik vind het helemaal leuk. Ik hou wel van dit soort goedkope dingetjes. Dus ja, ik vind het helemaal fantastisch. Even kijken. Oplaadsnoertje. En de beschrijving hoef ik niet, want ik heb die andere ook weggepleurd. Maar je doet hem dus. Ik moet iedere keer zoeken hier in de oplader. Het is exact dezelfde als die ik nu heb, alleen dan dus een andere kleur. Want ja, ik moest toch, en zou ook een roze hebben. Het moest gewoon. Het snoertje moet ik niet kwijtmaken. Dan heb ik iets van zusje wat ik wel al aan haar ga geven. Voor dus haar vakantie die ze met haar vriend gaat doen. De verpakking moet ik niet weggooien. Maar het zijn van die Care Bears reisflesjes. Ik weet niet of wat ze gaat gebruiken. Ik vond het gewoon schattig om te geven. Dus die ga ik vandaag aan haar geven. Mijn hond ligt echt in diepe rust. Zo schattig. Dan heb ik hier nog meer washi tape. Verschillende dingetjes. Dan heb ik hier van Wonka ook nog een ring voor mijn zusje, want ik heb ook al oorbellen voor haar. Maar nog geen ring, dus dit is de ring. Er staat gewoon Wonka op en dan krijg je er nog een bedeltje van de hoed bij. Echt zo schattig. Die kan ik ook weer lekker als setje geven dan, de oorbellen en de ring bij elkaar. Dan heb ik hier een vakantietas. Die wil ik eigenlijk bewaren voor dat ik dan naar de bankje dus ging, zeg maar. Want we hebben ook een hotel bijgeboekt. Ik denk dat ik dat ook ga doen, want dit is na één keer gebruikt stuk. Ik denk niet dat ik hier voor 4 dagen kleren in kan doen als ik voor de gewone vakantie heb. Want ik ken mezelf. Gaat het niet worden. Altijd moet dat heel netjes een beetje zo half proppen. Maar ja, hoe krijg je dit nou wel? Nou, dat is voor nu ook niet. Hij stinkt wel, zeg. Echt, rust in mijn zielen. Maar goed. Dan heb ik hier een cadeautje van moeder. Het is zo'n lavendelwichtelmannetje. Hij is echt zo schattig. Dus ja, die ga ik uiteraard ook met advent aan haar geven. De tafel wordt een beetje te vol. Dan heb ik van mijn moeder nog zo'n setje met dingen besteld. Dat willen ze graag, dus dat heb ik ook maar gedaan. Dan heb ik hier voor mezelf nog zo'n een roos ring.
Dan heb ik hier nog meer zo'n blootjes met sneeuwvlokjes. En dan heb ik ook eentje met letters, want dat denk ik dat is ook wel handig. Niet dat ik zelf niet creatief ben om dit te bedenken hoor, maar ik kan gewoon zelf niet zo goed tekenen en dan is dit wel erg handig. Dan heb ik hier oortjes. Ik had alleen verwacht dat ze roze zouden zijn. Oh wel, ik krijg wel de roze, want er staat een valkje bij de roze. Dus die laat ik even dicht. Maar ik wilde heel graag ook roze oordopjes, want ik heb wel witte en ik heb zwarte. Maar het is toch leuker. Dan heb ik nog een roze diadeem. Met van die gouden vlindertjes erop. Vind ik ook leuk hoor. Ja, ik vind alles leuk. Kijk nou. Hij is echt mooi. Dus ja. Ook nog. Dan heb ik hier nog een paar kleine dingen. Allereerst deze elfjes schabloon. Een soort bloemetjes. En Disney letters. Dus dat vond ik ook wel heel erg leuk. Dan heb ik ook nog zo'n hartjes ketting besteld. Want ja, als ik mezelf een beetje ken, moet ik ook wel een thema blijven. Dan heb ik voor mijn moeder nog een boekwormsloothanger besteld. Die heb ik zelf ook, dus vind ik heel erg leuk. En dan heb ik nog een roos ketting. En dan zijn we compleet. Dat was hem. Ik kan gewoon haast niet geloven dat ik zo snel door die doos heen ben. Meestal doe ik er echt dubbele tijd over. Maar goed, dat was dus de shoplog. Ik hoop dat jullie deze shoplog leuk vonden. En zie jullie graag bij de volgende weer. Doei!